Ja, want wat er nog meer speelt, mm -hmm. is we hebben het over insomnia gehad. Dat is een slaapstoornis, maar er zijn ook andere slaapstoornissen. Jim Tory, welke zijn er nog meer? Ja, bijvoorbeeld uh, slaapapneu. Toch? Dat is wanneer mensen ernstig snurken en gedurende de nacht stoppen ze met ademhalen. Mm -hmm. Een aantal keer. Kan soms wel eens honderd keer zijn. Weet je, en wat je nu ziet, is, of, of wat, wat blijkt, is dat als je slaapapneu hebt, dat je bloeddruk gigantisch omhoog gaat... En dat de mensen dus uh, vroegtijdig komen te overlijden aan hartklachten of aan een, een hersenbloeding. Dus wat ik heel nice vind is dat er nu er is een, er is een arts, Dr. Bean, hij is, hij is een KNO arts. Ja. Hij adverteert heel veel op, op Facebook om dus bekendheid te geven aan slaapapneu, want als je dat hebt, moet je zo snel als mogelijk behandeld worden. Iedereen met slaapapneu moet Iedereen gewoon. Iedereen met slaapapneu moet behandeld worden, want slaapapneu zorgt voor. Gigantisch hoge bloeddruk en daaraan ga je dan sterven. Slaapapneu zo En ineens... ja. in, in, in is happen midden ja. in die slaap. Ja, dat is, het, ja. Dat, is dat is het. Dat is het. Dus vrouwen, let op je man. <coughs> <Of> meest, <laughs> jullie, jullie, jullie zullen het eerder horen of wel partners en nee. maar zo zeggen. Ja. Hoe krijg je slaapapneu? Uh, het zijn dus uh, het kunnen verschillende oorzaken zijn. Je hebt één soort slaapapneu. Dat heet uh, obstructieve slaapapneu. Dat is eigenlijk als je luchtpijp uh, dicht, dicht gaat in de nacht. En dat kan komen als je, als je uh, te zwaar bent. Want als je dik wordt, word, word je ook bij je nek dik. Ja, ja. Toch? Dus dan, dan, en er is ook vet aan de binnenkant. Dus wanneer je dan gaat liggen om te slapen en, het, en die spieren ontspannen zich, dan kan het zo zijn dat die luchtpijp dicht, dicht, uh, dicht valt. Maar dus dicht je moet sowieso op je, op je, op je, op je lijn letten, eigenlijk? Sowieso. Een van de eerste dingen bij slaap, op nu is afvallen. Maar je hebt ook magere mensen die slaapapneu hebben. Daar is er iets aan de binnenkant niet helemaal in orde. En dan moeten ze misschien geopereerd worden of als dat kan of zo niet. Sowieso is de behandeling van slaapapneu dat je vaak moet slapen met een, met een apparaatje. Je ligt op een fighter uh -huh, uh -huh. jet. Uh -huh. uh -huh. ja, een piloot ja, ja, van een, ja. een gevechtsvliegtuig. Ja, 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 ja. Moet je daarmee slapen, waardoor dus uh, lucht met een bepaalde druk wordt geperst door je, door je, uh, door je keel. Uh -huh. Waardoor die open blijft staan. To? Oh, dat is wat het doet? Dat is wat het doet, ja. Is het wel aangenamer met zoiets te slapen? Je went eraan. Dus het, het is ook wennen? Het, 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 tuurlijk, het is wennen. Maar is het dan niet makkelijker ja. als je slaap op, nu hebt en je ja. valt af? Gaat het dan nou weg? Het kan, maar het hoeft niet. Oh, dus eenmaal je het hebt, heb je, je hebt het dan? Hmm. Het hangt ervan af wat de oorzaak is, toch? Dus, dus wat ik zeg, als het echt te maken heeft met dat je gewoon te dik bent geworden mm -hmm. en je valt af, dan kan het overgaan. Maar als het ook met andere zaken te maken heeft, bijvoorbeeld gewoon de bouw van je keel, mm -hmm. dan, uh, dan moet je misschien levenslang met, met het apparaat. Maar ik heb begrepen dat je ook je heug kan weghalen of ik weet het niet, iets, iets snijden ze weg daar mm -hmm. zo bij je heug. Uh -huh. Dat heeft vaak met snurken te maken, niet zozeer met slaapap nu. Ah. Ja. Mm -hmm. En hoe kwam snurken? want ik ben al ja. wat ouder en ineens nu als ik ga slapen hoor ik mezelf gewoon ja. snurken oh, ik moet naar eten, dan krijg ik wakker ja. hoe, 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 hoe komt dat ineens? dus ik ben geen expert daarvoor heb je die Dr. B. nodig ja. maar in ieder geval zoals ik het heb begrepen heeft het dus te maken met dus die luchtweg toch dus dat het bepaalde uh, ja. bijvoorbeeld als je neus verstopt is ja. of één of neus gaat, dan, dan snurk je ook meer toch? of als je als, je, uh, ja, als ik de avond heb gefeest en ik heb sopje gedronken, boy. Ja, toch? Dan zag ik de, echt bomen. Dan zag je bomen, ja, ja. Dus het gaat om dus dat bepaalde uh, spieren ontspannen, waardoor als die lucht er langs gaat, dat het lawaai maakt. Ja, precies. Okay, dus, okay. dus dat is. Kort gezegd. Maar er zijn geen remedies <laughs> tegen snurken. No? Ik bij, vroeger viel ik overal in slaap. Nu durf ik niet nee. te in slaap in een vliegtuig. <laughs> ah, het is, is, is lastig. Er zijn remedies, denk ik. ik en, en dat moet je dus bespreken met een de, met de KNO-arts. Want hij ah. moet dus eerst onderzoeken van waardoor komt het. Je moet altijd naar de root cause gaan. Toch? Ja, ik weet niet wat het bij mij is. Ja. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik overgewicht heb. Dus nee. nee. Maar misschien, misschien is er sprake van allergie. Ja. Of misschien, I, I don't know. Bouwjaar bouwjaar. Ja, maar maar is, dat, is dat standaard als je ouder wordt, je vanzelf gaat snurken? Oh, niet, niet standaard, no? No. Niet alle oudere mensen snurken. Oh, nou dan ga ik naar elkaar in hoe oorzorg, want mm -hmm. ik vind het helemaal niks dat ik snur. Nee, <laughs> <laughs> ik snur veel ouder dan ik had gedacht. Ja, <laughs> Slaapap nu, daar waren we ja. gebleven. En welke vorm heb je nog meer? Je hebt ook uh, rusteloze benen syndroom. Eh? Ja, dus dat, dat zie je vaker bij vrouwen. Ook wat ouder, uh, dat je dus krampen krijgt in je benen, je krijgt tintelingen in je benen en je moet eigenlijk constant je benen bewegen uh, om dat vervelende gevoel weg te krijgen. Het kan dus een neurologische aandoening zijn, dus iets in de hersenen. Uh, dus als, als je dat hebt, dan, dan houdt het je wakker, toch? Want, want je wordt steeds wakker met, met pijn in je benen en dan moet je bewegen. Serieus. Dus dat is ook een slaapstoornis. Mensen worden wakker met pijn in hun benen. Door de pijn in hun benen word je wakker. Ja. Nooit van gehoord. Rusteloze benensyndroom. En, uh, nou, en dan heb je ook een hele aparte. Mm. Dat is narcolepsie. Dat is uh, een, een uh, slaapziekte waarbij de hersenen eigenlijk... <coughs> ...die aan- en uitknop om te gaan slapen... ...eigenlijk steeds op aan, aan willen zetten. Dus de mensen vallen gewoon constant in slaap. Ze kunnen vijf... Ja, ze hebben tien uur geslapen, ze worden wakker. Vijf minuten later... Later willen ze weer slapen. Heel, heel, heel hele nare... Narcolepsie. Adrenaline. Narcolepsie. Ja. Is dat slaapziekte? Ja. Mm -hmm. Oké, okay, waarom gebruik ik het duur Zeg gewoon dat het slaapziekte <laughs> dat <denk je>. is. Zo, je dat ding?